Het Runmeer in Zweden ligt er verlaten bij. Een enkele kiteskier scheurt over de ijsvlakte, terwijl in de verte de ploeg van Telstar Primagas hun rondjes rijden. We vragen de winnaar van verleden jaar, Frank Vreugdenhul, of de ijsconditie gezien de matige vorst niet slecht is. Nee, het is eigenlijk super mooi ijs. Alleen de omstandigheden zijn wel zwaar. Maar het ijs ligt er super mooi bij. Beetje sneeuw nog op, maar het is hartstikke mooi zwart ijs als je het sneeuw wegveegt. Deze omstandigheden wil jij toch graag? Een beetje wind erbij? Ja, hoe zwaarder hoe beter. Voor onze ploeg is dat niet erg. Dus laat het maar zo houden. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. We hebben een weekje eigenlijk kunnen uitrusten naar de IJzerzee. En nu is het eigenlijk weer de trap om te beginnen. Tevens is dit het laatste internationale optreden van Miel Roosendaal, de ploegleider van Vreugdenhul. Roosendaal behoorde ooit tot de top van het Nederlandse marathonschaatsen. En is niet weg te denken als een zeer kundige ploegleider. Miel Roosendaal, topmarathonschaatser geweest altijd. Topploegleider bij verschillende ploegen. Dit is jouw laatste grote kunstje. Ja, dat klopt. We hebben nog een aantal wedstrijden in Nederland. Maar dit is de laatste buitenlandse wedstrijd waar ik ploegleider zal zijn inderdaad. Wat heeft je ertoe gebracht om te gaan stoppen? In ieder geval uit de marathonsport te stappen. Nou, op een gegeven moment, het wordt ook wel al professioneler. En ik ben deze uitdaging 2 jaar terug aangegaan samen met Ron Nijman. Ron de trainingen en ik dan ploegleider tijdens de wedstrijden. En goed, ik merk op een gegeven moment, ik zie dat ook aan Ron. In de winter is Ron er toch ook al een 3 dagen in de week mee bezig. Het is misschien goed om een stapje achteruit te zetten. Ik heb een eigen sportkledingmerk en daar kan ik nog genoeg energie in kwijt.